video. Ik ben Marloes, ik ben diëtist en ik ben personal trainer. En ik ga je vandaag 10 verschillende oefeningen laten zien die je kunt doen met een fitnessbal. Ik merk dat steeds mensen zo'n bal in huis hebben, maar ze weten niet zo goed wat ze ermee kunnen. En dat snap ik heel goed. Ik heb een paar jaar geleden al zulke video's opgenomen, maar die zijn heel erg verouderd. Ik zou ze dus het liefst opnieuw opnemen, maar dat ga ik niet doen. Ik heb echter wel nog andere oefeningen die ik met jullie wil delen. Ik zal de oude video's met heel veel schaamtegevoel, want ik was toen nog niet zo heel handig met het maken van YouTube video's. Maar ik zal ze hieronder delen. Dan vind je nog veel verschillende oefeningen met zo'n bal. Nu dus extra oefeningen erbovenop, omdat dat heel veel gevraagd werd. Ik raad je aan om voor jouw workout een aantal van deze oefeningen uit te kiezen en ze voor een bepaald aantal herhalingen te doen. Of bijvoorbeeld om een minuut een oefening uit te voeren. Wat je kunt doen is dat je bijvoorbeeld 6 verschillende oefeningen kiest en dat je die ieder 3 sets doet van 15 herhalingen. Je kunt ook zeggen, ik pak 6 oefeningen, die doe ik elke minuut en dan doe ik 3 rondes. Zo kun je jouw workout mooi vormgeven. Oké, we gaan snel beginnen met oefening nummer 1. Ik probeer ook vervangende oefeningen te geven, speciaal voor beginners. Zodat als je nog niet zo handig bent met zo'n bal, dat je er dan ook wat mee kunt. Wat we gaan doen is een schuine crunch. De meeste mensen weten wel dat je recht omhoog kunt gaan. Maar wat je ook kunt doen is schuin omhoog en terug. Schuin omhoog en terug. Het voordeel is dat je dan je schuine buikspieren iets meer meepakt. Wat je gaat doen is je gaat liggen met je bovenrug op de bal. En je billen zijn haast een beetje boven de grond. De fout die heel veel mensen maken is dat ze zo op de bal gaan zitten. Dan ben je nog instabieler. Maar ga dus echt soort van liggen op de bal met je billen boven de grond. Handen achter je oren. Maar ga niet aan je nek trekken. Dan ga je indraaien en terug. Indraaien en terug. Wat voor beginners heel erg handig is om te doen, want in het begin is het natuurlijk best wel lastig om je evenwicht te houden. Wat je dan kunt doen is je voeten tegen de muur zetten en dan schuin omhoog, terug, schuin omhoog, terug. Je hebt dan gewoon veel meer stabiliteit doordat je voeten tegen de muur staan en dat is super fijn. Oefening nummer 2 is de variatie, is een variatie op de plank op de bal. Wat je komt doen is je komt zitten met de bal achter je. Je plaatst eerst 1 been op de bal, dan ook de andere been op de bal. En hoe meer je de bal richting je heupen doet, hoe makkelijker het wordt. Hoe meer je de bal richting je voeten doet, hoe moeilijker. Je komt dus in plankpositie staan op de bal. En je zorgt ervoor dat je schouders, je billen en je enkels in één lijn zijn. Zo blijven staan is al een hele goede oefening. Als je hem moeilijker wilt maken, ga je met je hand je schouder aantikken. En zoals je ziet, raak ik al een beetje uit balans. Maar dat is juist heel goed voor mijn buikspieren, voor mijn onderrug. Ik zorg ervoor dat ik eigenlijk mezelf uit balans breng. En dat ik dat doe door mijn schouders aan te tikken. Oefening nummer 3 is goed voor de onderrug en voor de billen. Wat je gaat doen is je komt liggen weer op de bal. Een andere manier om goed op de bal te komen is door er overheen te rollen. Op deze manier. Maar je komt dus weer in een plankpositie. En wat je dan gaat doen is je benen omhoog tillen en terug. Benen omhoog en terug. Benen omhoog en terug. En dat ga je voelen in je onderrug en in je billen. Wat ik belangrijk vind is dat je je nek neutraal houdt. Dus dat je niet bijvoorbeeld naar voren gaat kijken. En dat je je hele benen aanspant. Ik duw ze goed tegen elkaar. En dan doe ik ze omhoog en terug. Ik voel het nu al in mijn onderrug en in mijn billen. Dus ik zou zeggen, top oefening. Oefening nummer 4 is ook weer voor de schuine buikspieren en voor de rechte buikspieren. En natuurlijk voor de stabiliteit. Maar we gaan het nu ietsje lastiger maken. Wat je doet, je komt liggen op de bal. Je duwt je heupen goed omhoog. Dus niet hier, maar goed omhoog duwen. Dan doe je je handen naar boven en ga je rond het draaien. Dus je gaat van de ene kant naar de andere kant. Ook hier weer, voor beginners, plaats je voeten tegen de muur. Dat scheelt gewoon gigantisch. Dit is een super goede training voor je hele core. Dus voor je buikspieren, schuine buikspieren en voor je onderrug. Dan oefening nummer 5. We blijven liggen op de bal, maar deze keer heb ik echt alleen mijn schouders op de bal. Mijn hele rug is boven de grond. Wat ik ga doen, ik leun op mijn hakken. Dus ik kan mijn tenen eigenlijk een beetje van de grond tillen. Dan ga ik met mijn heupen naar beneden en ik duw ze omhoog. Heupen naar beneden en duw ze omhoog.
Dit heet een hip thrust of een glute bridge, net hoe je het wilt noemen. En is perfect voor de bilspieren. Natuurlijk ook een beetje de benen, maar vooral de billen. Duw zo goed mogelijk op en duw dus vanuit je hakken naar boven. Voor de gevorderden onder ons, je raadt het misschien al, we gaan doen op één been. Ik wiebel al gigantisch, dus dit is echt onwijs moeilijk. Naar beneden en duw omhoog. Naar beneden en duw omhoog. Goed voor je billen, maar ook voor je stabiliteit in je buikspieren. Want je ziet het, ik bewiebel enorm. De volgende twee oefeningen, nummer 6 en nummer 7, zijn meer voor het losmaken van de onderrug en voor de balans. We beginnen voor het losmaken van de onderrug en het bekken. Daarvoor kun je perfect de bal gebruiken. Wat je doet is, als het goed is, heb je een bal die zo groot is dat als jij erop zit, dat je knieën dan ongeveer in 90 graden zijn. Dat is de perfecte hoogte. Je komt erop zitten, je plaatst je voeten op heupbreedte en je komt goed rechtop zitten. Span je buik aan, schouders laag en hier vandaan ga je rondjes draaien met je heupen. Dus draai over de bal en maak de rondjes zo groot mogelijk. Dat ga je voelen in je buik en in je rug, maar ook in je staartbotje en in je heupgewricht, onderkant van de rug. Voor mensen met rugklachten kan dit ontzettend fijn zijn, kan dit wat verlichting geven. Doe het natuurlijk ook de andere kant op, vaak hebben we één voorkeurskant. Maar doe het ook de andere kant op, zodat je beide kanten gewoon gelijkwaardig traint. Oefening 7, ik zei het net al even, is voor de balans. Je blijft op deze manier zitten, maar nu ga je één been optillen. Ook dit voor mensen met rugklachten is het best wel heel moeilijk. Mensen met evenwichtsklachten is dit best wel moeilijk. Je moet echt goed je buik aanspannen en je hele core zeg maar sterk houden om dit te kunnen doen. Dat doe je natuurlijk ook aan de andere kant, want ook hier heb je waarschijnlijk weer één sterke kant en één minder sterke kant. Maar kijk eens of je zo echt een tijd kunt zitten en je wordt echt getriggerd om je buik goed aan te spannen. Voor oefening nummer 8 en 9 kom je liggen op de grond. Het is natuurlijk fijn dat je een matje hebt. Die heb ik nu even niet. Dus ik vind het zo ook prima. En ik wil ook laten zien dat het prima zonder matje kan. Het kan bijvoorbeeld ook op een vloerkleed of zo. De volgende is heel goed voor de hamstrings. De achterkant van de bovenbenen. Wat je doet, je plaatst je enkels op de bal en je maakt een bruggetje. Dus je duwt je billen zo hoog mogelijk omhoog. Hier vandaan ga je je benen intrekken en weer terug. Intrekken en terug. Geloof me, dit lijkt makkelijk, maar je gaat zo snel die verzuring voelen in de achterkant van je bovenbenen. Ik vind het ook heel fijn op een leg day om dit te doen, want het geeft gewoon echt een pinch zeg maar in je hamstring. Voor de gevorderden onder ons doen we het met één been. Dus je houdt één been omhoog en de ander ga je intrekken en terug. Wat ik ook wel eens heb geprobeerd voor de ubergevorderden onder ons. Ik ben benieuwd of jij het kunt. Laat het hieronder achter. Je duwt je heup omhoog en je kruist je armen voor je lichaam. En dan ga je je benen intrekken. Ik kan het dus niet en dat frustreert me. Maar ik daag je dus uit om dit te doen. Oké, oefening nummer 9 is voor de buik. En ik vind hem echt een top buikoefening, jongens. Let goed op. Je plaatst de bal tussen je voeten. Je strekt helemaal uit. Let erop dat je niet hol wordt getrokken, maar duw je buik naar beneden. Dan breng je de bal naar je handen en die gaan weer omhoog. Dus naar je voeten en omhoog. Natuurlijk mag je je benen ook buigen, hè? Het gaat er niet om dat je benen gestrekt blijven. Mag ook best buigen. Maar dit, jongens, is echt een killer buikspieroefening. Ik vind hem echt super fijn. Maar zorg er dus voor dat je rug constant recht blijft. Dan de laatste oefening. Oefening nummer 10. Lijkt misschien een beetje pointless, maar probeer het maar eens. We gaan een squat doen terwijl we de bal boven ons hoofd houden. Nogmaals, het lijkt pointless. Waarom heb je die bal in je handen? Maar doordat je je handen boven je hoofd hebt, is je evenwicht heel anders dan als je je handen voor hebt. Dan is een squat veel makkelijker. Nu ga je meer je buik en je onderrug uitdagen. Wat je dus doet, is je houdt de bal boven je. Voor beginners, hou een beetje voor, naar beneden en op. Een goede squat, duw je je billen naar beneden en naar achter. Je knieën komen niet voorbij je tenen. Voor gevorderden, hou hem echt boven je hoofd je bal en dan naar beneden en omhoog. Let erop dat je rug niet holler wordt dan normaal. Een holle
rug, als je die van nature hebt, mag je houden. Maar trek hem niet holler dan normaal. En je zult echt merken dat je nu dus veel meer je buikspieren aanspant, doordat je de bal boven je hoofd hebt. Goed, dat waren de oefeningen die ik je wilde laten zien met de exerciseball. Ik hoop dat je het leuk vond om te zien. Geef zeker even een duimpje omhoog. Laat even weten hoe jij die hele mooie oefening, of je die kon of niet. En ik zou het super leuk vinden als je wilt abonneren op mijn kanaal. Dat kan heel makkelijk hier. Voor nu zeg ik tot in de volgende video. Doei doei!